Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe vlog van mij. Leuk dat jullie kijken. Ik ben eigenlijk een wandelingetje aan het maken over een heel klein eilandje achter. Daar is het strand waar ik de hele dag door chill. Vandaag gaan we de spelen. Dat was wel even irritant, want gisteren mijn lader van mijn laptop is dus kapot gegaan. Ik had zeg maar geen nieuwe lader of andere lader bij de hand, waardoor ik dus niet video kon maken. Dus ik heb geprobeerd de leukste dag te passen, maar daar kon ik zeg maar de wedstrijd van gisteren tegen Cuba in Cuba niet laten zien. Die wedstrijd was echt zo spannend, dat was echt niet normaal. Het was eerst 1-0 stonden we achter, toen werd het 1-1. Toen werd het rustig, toen begon het te regelen daar. WK-kwalificaties in Rusland in 2018, als ik het goed zeg. Dus dat is echt super fijn. En ik ga zo even snorkelen. Eigenlijk vandaag is het laatste dagje. Maar vandaag is echt de laatste dag, de hele dag. Dus ik ga nog even lekker genieten hier. Water kunnen filmen. Dus dat is wel heel jammer. En dan vanavond gaan we de jongens ophalen van het vliegveld. Dus daarmee ga ik jullie sowieso mee naartoe nemen. En verder weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk eten, ik weet niet wat ik koken. Kijk, een grap. Nou, hallo. Een beetje dood. Lekker dan. En vandaag koken. Want allemaal eten of zo had ik gekocht. Maar ik heb het natuurlijk weer niet opgemaakt. Dus dat is weer typisch ik. Dus ik ga lekker koken zo. En dan. Voor de rest gewoon lekker genieten, want dat is wat ik eigenlijk het enige wat ik hier kan doen. Hoe lekker is dit, is toch niet normaal? Ik wil echt niet naar huis, moet weer die regen in en gedoe. Maar ja, dat hoort er ook weer bij. Hier ga ik zo meteen snorkelen, vanaf, ja hier zie je het dus niet heel goed. Maar hoeveel vis hier zit is echt niet normaal. Ik had het echt zo graag aan jullie willen laten zien, maar dat kan dus helaas niet omdat mijn GoPro weer kapot is. Heb ik weer. Zo, ik ben terug van het strand. Ik had even lekker gesnorkeld en voor de rest een beetje gechilled op het strand. Ik ga vanavond de jongens ophalen zoals ik al zei en ik ga eerst even koken. Dat was het eten en ik ga nu richting de airport om het Curaçao's elftal te ontvangen die gisteren hebben gewonnen van Cuba. Daar heb ik heel veel zin in en ben, als het goed is, mijn shirt. Is het mijn shirt? Ja, mijn shirt. Nou, ik zie jullie bij de airport. Goed zo, Zoe! Nou, ze zitten weer in de auto helaas, want ze komen weer 2 uur later. Dus we moeten weer naar huis, gaan we even. We zitten, chillen, dansen en dan gaan we... Die mijl of ver is. Kunt u dat nog 1 keer zeggen? Gelukkig dat het niet mijl of ver is. Snap je? Ja, ik snap het. Oké, dan maar de camera moet het ook snappen. Ja, ze naar de airport, want ze zijn het dus al. Hobbel! Wow. Sorry. We zijn er bijna, jezus, we komen te laat. Drama joh, racen naar het vliegveld. Ze zeiden dus 8:15. Toen werd het ineens 10:30. En toen waren ze dus ineens om 9:00. Dus wij racen daar naartoe. Uiteindelijk zijn we dus wel op tijd gekomen zoals je zagen. Dat was echt super leuk. Ik ga nu lekker slapen. Morgen laatste dagje. Althans laatste halve dag. En dan ga ik lekker genieten nog eventjes. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat even weten in het midden van een duimpje. En ik zie jullie morgen weer.